India is gewoon, is wel wat hoor. Jeetje, wat een land. Ja. Heel lekker eten sowieso. Towards the other side, holding your wrist and pulling yourself all the way. Dieren gezien, geen olifant, maar wel ja, het is gewoon een leven tussen de koeien, tussen de apen, tussen de honden, de varkens, de eekhoorntjes en ik heb zelfs kamelen gezien. Wachten. Dus zeker dit in de vangst doen. I do think it's important that in the end India is so overwhelming. Ja, het is dus gewoon een aaneenschakeling van bijzondere dingen die we hebben gedaan. Vandaag een vrijdag en ik ben weer naar Moochie geweest. Je hangt aan zijn lippen, hij is zo charismatisch, hij heeft humor. Ja, jeetje, wat een indruk heeft deze man op me gemaakt. Straks ga ik weer naar de Ganges. Ik zou een sacred dip nemen. Het schijnt dus de rivier te zijn die helemaal schoonspoelt van gewoontes die we eigenlijk beter kunnen loslaten, die ons niet dienen. Heel koud water, dus heel je lichaam tintelt erna. Dat is echt super fijn. Dat we zoveel rituelen hebben meegedaan. We hebben zoveel gezien en gedaan en meegemaakt in deze 11 dagen. Dat je echt nooit in je eentje, als je dit had georganiseerd, zoveel kunnen doen in ja, zo'n korte tijd. Met de hele groep, het was gewoon zo mooi en zo leuk en ja, goede energie en heel fijn en onvergetelijk eigenlijk. Ja, een hele bijzondere reis. Hi, hi, goedemorgen. Wauw, het is echt gek. I just come.
cultuur van India, de oorsprong van de yoga en alle rituelen. Met de Indiërs gedanst en gezongen. Ze vinden het ook echt fantastisch om met ons op de foto te gaan of even met ons te dansen. Dat is echt superleuk. En een van de redenen waarom ik nooit zo heel graag naar India wilde, of een beetje erover twijfelde, was dat ik bang was dat ik echt zeker ziek zou worden. En ik ben helemaal niet ziek geworden, niks aan de hand. Dus helemaal geen Indian belly. Dus het hoeft niet. Als je gewoon een beetje voorzichtig doet, hoeft het helemaal niet. Dus echt, India is een heel mooi, bijzonder land om te zien, om te ervaren. Om te zien hoe de mensen hier leven, zo anders dan wij hier, ja, wij in het Westen. En het is toch weer, het is toch dezelfde wereld en dezelfde tijd, alleen een andere plek. Dus daar kan je gewoon weer hoop van leren. Ja, mooi land. Ja, echt een aanrader.